Mijn tip is eigenlijk om niet iets van de commerciële bullshit te kopen, maar gewoon zelf iets leuks te maken of zelf een leuk berichtje te zeggen aan je geliefde. Valentijnsdag. De enige dag in het jaar waar de liefde overheerst. Oké, het is natuurlijk commercieel. Maar het is stiekem toch wel leuk om iets liefs te doen voor je geliefde. Wat is jouw beste Valentijnsdagtip? In ieder geval niet iets super cheesy's. Geen bloemen of knuffels of serenade. Ja. Mijn beste Valentijnstip is vier geen Valentijn, want het is echt onzin. Dat is ook moeilijk, want als het ook zo'n cheesy nummer is, dan ga je ook de fout in. Als je Titanic gaat zingen of zo, dan word ik ook niet heel gelukkig van. Zorg voor condooms, want als je het doet, doe het veilig. Doe het vooral niet, want dat gaat altijd mis. Mijn allereerste Valentijnsdag ben ik gedumpt door mijn vriendje. Dus sindsdien vier ik het niet meer. Mijn beste Valentijnsdagtip is vooral lekker Valentijn doorbrengen met je vriendinnen en leuke dingetjes gaan doen. Zonder jongens. Ja, leuk, maar niet aan mij besteed. Mijn beste Valentijnsdagtip is heel veel chocola. Heel veel werkgeur chocola. Come and hear the sound, the organ sound. Nou, dan zou ik toch heel cliché iets van een roos of zo doen. Een lief kaartje en een roos is al voldoende. Van Valentijnsdag vind ik eigenlijk echt kut. Dit hoeft van mij allemaal niet zo. Nee. Sorry, hier kan ik weinig mee. So, I want everyone to spend their time with their sweethearts. And try to be romantic, go somewhere out to the theater, to the cinema. And be happy and love each other.